Op mijn 22e ben ik afgestudeerd als monteur aan het Ritz in Brussel. Mijn interesse voor beelden is eigenlijk gradueel ontstaan, tot op een bepaald ogenblik dat ik continu een camera bij had. Ik kan heel hard genieten van een heel technisch ingewikkeld of moeilijk beeld te maken. Maar een ander aspect is om emoties los te maken bij mensen die dat uw werk dan bekijken. En ja, dat is een passie. Ik maak om de stap maak ik een foto. En dat herhaal ik tussen de 100, 200 keer. Ik ben begonnen met statief te werken vroeger. Maar dan heb ik dat zoveel gedaan en dan dacht ik, dit is eigenlijk extra werk. Kan ik het niet zonder doen? En dan heb ik dat geprobeerd zonder statief en dan ging dat eigenlijk heel goed van in het begin. Ik vermoed omdat ik dat al zoveel heb gedaan. Een paar jaar geleden, ik zag een video door een Russische artiest online. Het beeld dat ik toen zag, was de eerste keer dat ik, dat ik een hyperlapse beeld zag. Een hyperlapse is, je neemt een hoop foto's en daarna bewerk je die foto's tot een video en dan krijg je een enorme vloeiende beweging. De impressie die je hebt is eigenlijk een soort vlucht door ruimte en tijd. In 2012, een heel leuke opdracht voor Tomorrowland. En daar heb ik voor de eerste keer mijn hyperlapse beeld laten zien van de mainstage. En dat vond iedereen daar achter de schermen zo leuk en speciaal dat ze mij het jaar erop terug hebben gevraagd. Ik durf wel zeggen dat Tomorrowland veel heeft bijgedragen aan het succes dat ik nu heb. Als je kunt zeggen, ik heb meegewerkt aan die video die honderden miljoenen views krijgt. Dat is gewoon een eer. In Sydney heb ik ook voor een bedrijf die video's produceren, heb ik ook beelden geleverd. Als je internationaal geboekt wordt, is dat natuurlijk leuk meegenomen dat je van hier naar daar wordt gevlogen om je hobby eigenlijk uit te oefenen. Van je hobby je beroep maken is gewoon een droom, hè.